Vissenredden gaat over, het staat op de achterflap, een boek over vis en verdriet. En dat vat het wel zo'n beetje samen. Het gaat over Monique Champagne, die haar eigen verdriet ontvlucht door op te gaan in de problematiek van de overbevissing. Ik moet wel zeggen, door al die research te doen, al die dingen nu te weten die Monique wel moest weten, ben ik wel gestopt met tonijn eten. Ja, ik heb heel veel vrienden die zo in ecologische bewegingen zitten en zo. En ik vind dat die goed werk doen, maar soms moeten ze mij gerust laten. Het is grappig dat je het zegt, want in mijn laatste korte verhaal dat ik geschreven heb, dat vorige week bekeken werd door mijn redacteur, stond ook een zinnetje over een kabouter en hij zei van... Annelies, het is te veel en ik dacht, dat moest misschien wel eens tegen mij gezegd worden. De tuinkabouter vind ik zo echt een symbool van geaccepteerde waanzin. Er zijn zo vormen die in een psychiatrische inrichting brengen. En er zijn vormen van waanzin die iedereen tolereert en zelfs normaal is gaan beschouwen. Maar soms is het toch als schrijver ook wel interessant om even te bekijken... wat er eigenlijk allemaal bestaat, dat toch heel raar is. Het is toch raar om al die moeite te doen om een klein ventje te gieten, dat te laten verven en dat dan in je tuin te zetten. Dat is heel vreemd eigenlijk, als je daar eens bij stilstaat, maar dat is dan normaal. Wat mij vooral interesseert daaraan is dat... vanuit iedereen zijn hoofd is alles perfect normaal. Zelfs iemand die in een psychose zit, reageert volledig logisch op wat hij op dat moment beleeft. Dus in zekere zin bestaat er niet zoiets als waanzin. Dat is natuurlijk een vergaande stelling. Er zijn mensen die moeten geholpen worden, daar ben ik het wel mee eens. Maar de normaliteit is een conventie, dat denk ik wel. En in ieders hoofd is alles... volstrekt normaal in feite.